heen moeten? Nou, ik moet er iets invoeren, maar het staat op dat papier. Dus als je dat volgens mij moeten we dit invoeren. Ja, zeg maar. 51. Ja, dat zal, die is altijd hetzelfde. We gaan voor even kijken hoe dat ding ook weer werkt. En wat moet je dan voor nummers invullen? De 51, 52 staat er al, toch? Ja, en dan staat 52, comma en dan 4, 5, 0. Oké, die moet ik dan wel even doen. 4. Noorderbreedte, zuiderbreedte, ik weet niet. 4, 5, 0. Ja, en dan is het dus 0, 0, 5. Ja, dat is altijd hetzelfde. Even wachten hoor, moet ik even verder. Ja, gaat helemaal goed. Waarom is dat altijd hetzelfde? Omdat je anders in Afrika zit of zo. Dat is gewoon hier in dat is in Nederland. Ja. Oh, oké. Okay. Fijn. En dan 44. Ja, heb ik. 0,797. Even wachten, een pijltje. Kijk, nou krijgen we een kompasje te zien. Ja, en dan dit pijl, als je zo kijkt. We zijn fout gelopen, of niet? Ja, ik denk dat we terug moeten. Oké, dan loopt die kant langs. Wow, dat is best ingewikkeld. Hij geeft nu aan dat hij 266. Ik, rechter van het land van Maas en Waal, heb altijd in eer en geweten recht gesproken. Maar eenmaal heb ik een enorme fout begaan. Ik weet dat God het me nou zal vergeven, maar ik schrijf deze brief op mijn sterfbed om met mijn geweten in het reine te komen. Ooit woonde er hier een jonge boerenknecht. Hij was zeer vriendelijk en of hij nu in de vroege morgen of in de late avond moest werken, hij was altijd bijzonder vrolijk en opgewekt en kon niet stoppen met lachen. Zelfs in zijn slaap lachte de knecht nog vaak heel hard. De mensen uit Donnendaal keken wat raar op van deze jonge knaap en snapten niet wat er dan allemaal te lachen viel. Vandaar dat ze hem dan ook de zotte van Donnendaal noemden. En waar zijn we eigenlijk nou op zoek? Hebben jullie dat idee al een beetje in je hoofd? Ik bedoel, een schat is natuurlijk een schat, maar we gaan natuurlijk niet rijk worden. Nee. Ja, ze hebben het verteld dat het een soort van vossenjacht was. Dus het lijkt denk ik ook al gewoon een beetje op een speurtocht en dat je elke keer een soort aanwijzingen krijgt. En ik ben wel benieuwd wat voor dingen er in de, op de plekken, op de coördinaten liggen waar we dan terechtkomen. Ik ben wel benieuwd dat we daar de kistjes kunnen aan. Toch? Ja. Hoor? Daar heb ik slot. Oh, ik heb nou even helemaal geen signaal. Oh. Ja, nee, we lopen nog steeds goed. Hij is alweer terug. Op het slot Donnendaal leefde een slotheer met zijn vrouw en dochter Esmeralda. De dochter en de zotte waren smoorverliefd op elkaar. Toen de slotheer van deze verliefdheid hoorde, verbood hij Esmeralda de omgang met de knecht. Want een huwelijk tussen een jonkvrouw en een knecht was natuurlijk uit den boze. Toen hij echter vernam dat de twee elkaar stiekem ontmoetten, gaf hij zijn dochter een jaar lang huisarrest. Een maand later was plots de dochter verdwenen en toen hij verhaal ging halen bij de zotte, bleek ook deze met de noorderzon vertrokken te zijn. Ja, nou staat hij wel behoorlijk dat we ergens echt naar rechts moeten, jongens. Maar dit zijn brandmeters, hè? Ja, hier gaan we dus niet naar rechts, of wel? Hier gaan we niet naar rechts. Ja, okay. Moeten we hier rechts? Hij staat wel helemaal naar rechts. Ja, dat moeten we. Het lijkt niet echt op een pad. Jawel, we maken er een pad van. Ik had een kapmes mee moeten nemen. Oké, ik ben benieuwd. Maar we zijn in de buurt. Hij loopt af. Bekijk het kleine stammetje ten westen van de dikke boom voor het bruggetje. Is dit het bruggetje? Ik denk het. Het loopt niet echt over de zee, hè? En waar is het westen? Want ik weet wel wat links en rechts. Dikke boom. Het westen is daar. Nee. Noord. Jawel. Ja. Ze zijn die kant. Even omdraaien hoor. Bij een klein stammetje zei je, hè? Ja. Dit is een klein stammetje. Dit hè? Wow, dat is echt vet. Tadaa. Dit moet het zijn. Nou, hier op deze plek, met zijn rug tegen een boom, zat Zotte avondenlang voor zich uit te staren in de hoop een glimp op te vangen van zijn geliefde Esmeralda. Men beweerde dat bij nacht en ontij het wenende gezicht van Esmeralda zichtbaar was achter haar kleine slaapkamerraampje. Hier was het dan ook dat de Zotte zijn plan bedacht, zodat hij en zijn geliefde voor eeuwig samen konden zijn. Met een roeiboot stak hij de slotgracht over en bevrijdde Esmeralda uit haar slaapkamer en samen vluchten zij naar het onbekende. Volg het pad over de houten bruggetjes om zo een prachtig beeld van het slot te krijgen en daarna naar Noorderbreedte 51, bladibla, om te ontdekken waar het avontuur het verliefde paar naartoe komt. Ja, een romantisch verhaal. Hadden jullie dat verwacht? Nou, ik vind het wel leuk, ja. Gehoopt zelfs. Nou ben ik wel heel benieuwd. Maar nou moeten we het gaan invullen, denk ik. Invullen, ja. We moeten het even invullen op dit systeempje. Oh, ik ben weer even te zien, ja. Even naar het minuutje. Dan zie je Esmeralda. We moeten nog 845, jongens. Nou, daar gaan we dan. Zo, het is hier wel lekker hoog allemaal.